De lopers die via RN7 hebben getraind onder begeleiding van hardloopcoach Paul Eigelsheim zijn tijdens de Zevenheuvelennacht allemaal binnen de 50 minuten gefinished. De training en het evenement is volgens Eigelsheim een groot succes gebleken. Ook de nieuwe directeur van het evenement is op zijn beurt tevreden over deze editie. Volgens Alexander van der Velde is iedereen over de finish gekomen. Uit groep heeft uitstekend gedaan. Ik heb tijden voorbij zien komen van 34 minuten, 32 minuten, volgens mij 38. Alles binnen de 50 minuten is binnengekomen. Dus naar mijn verwachting top. Mooi gedaan. Heerlijk gelopen. Leuke entourage. Kijk gezellig. Ik heb echt het idee dat iedereen over de finish is gekomen. Ik hoorde net ook al dat er heel veel starters waren, procentueel gezien zeg maar. Dus echt meer dan vorig jaar, dus dat is wel mooi. Aankomende woensdag komt Paul Eigelsheim nog één keer met de groep bijeen om wat te gaan eten en drinken. Eigelsheim overweegt om met dezelfde groep binnenkort zelfs mee te doen aan de 10 kilometer van de Stevensloop. Oh, de sfeer was top. Ja, hartstikke leuk. Gezellige groep. Ik denk dat we voor de 10 kilometer gaan volgend jaar. Maar niet de 7 uur op de nacht, maar dan bij de Stevensloop. En volgende week woensdag hebben we een afsluitings. En dan gaan we gezellig verlopen en een hapje en een drankje. Volgens Alexander van der Velde kan er voor de volgende editie gekeken worden naar een uitbreiding van het aantal inschrijvingen. Afgezien van een kleine opstopping bij de finish heeft Van der Velde geen noemenswaardige problemen geconstateerd. Nou, als het zich doorzet wel, maar dan moeten we gewoon even kijken bij de inschrijving. En dan moeten we dus een oplossing zoeken voor de start, zeg maar, hoe we dat zouden kunnen doen. Nou, we hebben een zandloperstart. En als de mensen terugkomen, dan moet de zandloper de andere kant op staan. En dat was in het begin bij het finishen niet zo. Dus daar hoopten wat mensen hier op, net na de finish. Maar toen we dat door hadden, hebben we meteen de hekken omgeklapt. En toen kon alles weer goed doorstromen. Dus,